Hallo mensen, welkom in GTA 5. Dit is de eerste GTA 5 video die ik heb gemaakt. En in deze video ga ik jullie laten zien hoe je de auto waarin Franklin nu zit in GTA Online gratis kunt krijgen. Ik weet het, ik zit nu in story mode. Maar ik zit nu in story mode om jullie eerst even te kunnen laten zien hoe die rijdt als die gewoon helemaal standaard is. Als het goed is, is deze auto standaard. En hoe je hem kunt upgraden, want hij is best wel goed voor een auto die je gratis kunt krijgen. Dus ik rijd nu eerst even naar de Los Santos Customs om te laten zien hoe deze auto gecustomized kan worden. En dan gaan we naar online, zodat ik jullie kan laten zien hoe je deze auto gratis kunt krijgen. Nou, zoals je ziet, hij is niet slecht. Hij is gewoon al best wel snel, want als het goed is, is hier nog niks aan gedaan. In story mode. Dus ja, het is gewoon een vrij goede auto die je gewoon gratis kunt krijgen. In story mode krijg je trouwens ook gratis. In story mode hoef je hem ook niet voor te betalen. In story mode kun je hem gewoon altijd uit je garage halen, ook zo vaak als dat je wilt. Deze auto is niet zoals de andere auto's in story mode, dat als je hem kwijtraakt, dat je hem kwijt bent. Nee, deze kun je gewoon ongelimiteerd uit je garage halen. Wat op zich ook heel mooi is. Maar goed, ik ben nu bij de Los Santos Customs aangekomen, dus we gaan hem lekker even customizen. Oké, we staan nu in de Los Santos Customs en zoals jullie zien, hij lijkt eigenlijk niet meer op de auto waar we net in zaten. Ik ga nu even laten zien dat ik nu inderdaad alles helemaal heb geüpgrade. Zoals je ziet, ik heb overal wel wat gedaan en de dingen die veranderen hoe hij eruit ziet, heb ik gedaan zoals ik hem mooi vind. En zoals jullie ook zien, grijs en oranje, oftewel de kleuren van dit kanaal. Maar goed, nu ga ik jullie even laten zien hoe hij dus nu rijdt, want nu is hij gewoon echt best wel heel erg snel. Hij zal vast niet de snelste auto in GTA zijn. Maar voor een auto die je gratis kunt krijgen. Al dan niet. Op dit moment is hij totaal niet gratis meer. Ik heb hem nu heel erg geüpgraded. Maar goed. Voor een auto die je gratis kunt krijgen. Is hij heel erg snel. En als die mevrouw niet in de weg had gereden. Dan had ik nu op topsnelheid gezeten. Nee, dat weet ik niet. Maar goed. Zoals je ziet, hij is lekker snel voor de mensen waarvoor het interieur nog uitmaakt. Zo ziet het interieur eruit. Op zich best redelijk, niet het beste interieur. Maar goed, GTA vind ik ook niet bekend staan om de beste interieurs. Zoals je ziet, hij doet gewoon een burn-out en het is gewoon een heel goede auto. Maar goed, genoeg in singleplayer. We gaan nu naar online, zodat ik jullie kan laten zien hoe je hem gratis kunt krijgen. Oké, zoals je ziet, ik zit nu in online. En ja, het is nacht en ik zit ook even in een private sessie. Het maakt niet uit, je hoeft niet in een private sessie te zitten. Ik doe dat nu even, zodat ik geen last heb van andere mensen die dan mij de hele tijd gaan vermoorden. Maar goed, wat je doet, je brengt je telefoon omhoog. En je gaat naar de site onder Travel and Transport. Ga je naar legendarymotorsport.net. Je scrolt een beetje naar beneden. En uiteindelijk zie je hier de NS LNG RH8. Dit is hem. Je ziet, er staat free. Dat klopt ook, want hij is gratis. En nu kan ik beslissen waar ik hem wil hebben. Dus ik laat hem daarheen brengen. Er is geen enkel geld van mijn account afgegaan. En ik ga er even rondrijden. Zodat mijn auto zo meteen wordt bezorgd bij mijn huis. Zoals je ziet, daar links onder dit scherm. De auto is bezorgd bij het huis waar ik nu heen ga. En nou, dan zit je in een Porsche. Dan rij je zo slecht dat je doodgaat. Dat is toch nog een eentje die zo uitwijkt. Zo slecht rijd ik nog niet. Kan deze ook uitwijken? Nee, zie je. Die rijdt niet in een Porsche. Die wijkt niet uit. Maar goed, we zijn nu bij het huis. We gaan de garage in. En als alles helemaal goed is gegaan, staat hier nu de NS LNG RH8. Heet die zo? Ja, kijk. Dit is hem. Hier staat hij.
de single player komt hier volgens mij niet met een spoiler, maar goed. Om te laten zien dat dit helemaal legit is, ga ik even rondrijden. En zoals je ziet, ik rijd hier gewoon rond. Er staat rechts onderin nu NS Energy RH8 Sports. En ik heb deze auto dus gratis gekregen. Er is geen enkel geld van mijn bankaccount afgegaan. Of van mijn... Het moet van je bankaccount afgaan. Dus goed. Dat is helemaal mooi. Het is een mooie auto. Ik ga hem nu niet weer customizen omdat ik hem al heb in online. Ik wil het gewoon even jullie laten zien. En ik heb hem daarnet in singleplayer al gecustomized. Dus mensen... Ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken van deze video. Laat me even in de comments weten of je meer GTA 5 video's van mij wilt zien. En ja, ik bedank jullie heel erg voor het kijken van deze video. En ik zie jullie allemaal weer in de volgende video. Ciao. Ja, oké. Hey! Ik zie gewoon niemand dit gewoon goed paspoort. Dus het ziet er echt... Deze gozer.